dus de ochtend dat ik hier kwam, zo rond 7 uur. Toen was de aannemer was al bezig met maatregelen. In de Limburgse situatie zie je natuurlijk ook dat burgers, hulpdiensten, derden ook als eerste gaan handelen, omdat de nood zo hoog is. We zijn eigenlijk participant of liaison in zo'n calamiteitenorganisatie. Daar trainen we ook op. Dan zijn we vaak ondersteunend. Wat ik hier ervoer was eigenlijk van, ja, maar nou ben ik als Hooggenootschap van Rijnland, nu zijn we leidend. Hè? Want wij, het is ons probleem wat hier zich nu speelt. Ja. Was in die zin ook herkenbaar dat we ook eens per jaar ook met de veiligheidsregio ook een oefening doen. En nou ja, dat was geweldig dat eigenlijk praktijk en theorie toch wel redelijk bij elkaar kwamen op zo'n moment. Ik denk dat ik er dat van meegenomen heb, inderdaad. Ik kan me niet herinneren, behoudens dan Wilnis, dat we dit ooit aan de hand gehad hebben. Dus het is voor mij als coördinator plaatsincident is dit natuurlijk een geweldige ervaring. Waar wij als Rijnland breed tegenaan lopen is van, ja, maar hoe snel moet je nu kunnen handelen in zo'n situatie die nu optreedt? Vandaar dat we dit ook heel goed gaan evalueren en ook gaan bezien hoe we onze calamiteitenorganisatie in zo'n geval moeten inrichten. We hebben hier echt te maken met Plan, Do, Check, Act. Van ja, wat leren wij hier vanuit de calamiteitenorganisatie? Wat leren wij hier nu van? En hoe snel kunnen we de volgende keer, mocht dit ooit nog een keer voorkomen, kunnen we handelen? En dus dit leidt gewoon weer tot een aanpassing van ons handboek calamiteit. Het gebied verwacht inderdaad dat je hier binnen 10 minuten zou staan. En dat is ook helemaal logisch, want andere hulpdiensten, ja, die staan uiteraard ook met hun handen in het haar. Van ja, hoe moet je dit nu ter plekke gaan oplossen? Dat is zeg maar, op zo'n eerste moment is dat heel lastig te organiseren. En dat we hier te maken gehad hebben met een aannemer die alvast aan de slag wilde. Daar moet je ook maar het draagvlak voor krijgen bij de betreffende hulpdiensten.